Deze beschouwing die valt onder de miniserie Interessante Tijden. Want dat zijn het. Het was ergens in 2005, 2006, dat ik erachter kwam dat die aanslagen van 11 september niet het werk waren van Osama bin Laden en zijn 25 samensweerders. Maar dat dat een operatie was waar duizenden mensen aan hebben meegewerkt. Waar ook heel veel geld mee gemoeid was. En mensen die zeggen dan van ja, maar Perry, dat kan niet hoor. Dat kan niet. Ja, mijn vraag is aan die mensen, waarom kan dat niet? Nou, mensen zijn, ze zijn eigenlijk met geen pen te beschrijven. De stupiditeit bedoel ik dan. En gisteren op Facebook was er een post van de VVD, de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. En die willen dat het vaccineren van kinderen verplicht wordt gesteld. Daarbij wordt niet gezegd om welke ziektes het gaat. En er wordt ook niet gesteld om welke vaccins het gaat. Om welke frequentie het gaat. Er wordt alleen maar gesteld, inenten is voortaan geen keuze meer van de ouders. Dat bepaalt de overheid. En mensen op Facebook allemaal, yeah, eindelijk, joepie. Nou, was dat nou zo moeilijk? Gelijk morgen beginnen hoor. Ja, Piri, wat vind jij dan nou van? Ja, ik heb er geen woorden voor. Ik vind het wel interessant. Hoe mensen smeken om hun eigen ondergang. Een soort collectieve zelfmoord. En wij ons maar afvragen hoe het toch komt dat het aantal zelfmoordpogingen toch toeneemt de laatste jaren. Ja, wij willen kennelijk allemaal dood. Voortijdig dan, hè? Want hoe kom je er nou bij om ervan uit te gaan dat als je de overheid een carte blanche geeft om ik weet niet wat voor een medicatie toestanden verplicht te laten injecteren in de bevolking, dat dat dan goed gaat? Hoe kom je erbij? Ongelooflijk vind ik dat. De enige hoop die je dan nog hebt, is dat die reacties die ik gisteren zag op Facebook, dat dat allemaal reacties waren van mensen die betaald werden door de farmaceutische industrie. En wat doe jij dan voor dagelijks inkomen? Nou, ik doe social media marketing. Oh, wat interessant. En wat houdt het dan in? Nou, dan doet de VVD een post op Facebook dat er allemaal verplicht ingespoten moet gaan worden. En dan ga ik allemaal positieve dingen zeggen dat ik dat ook wil. En ja. Nou, daar ben ik. Social media marketing heet dat.
Nou, je mag het nog hopen dat het zo in elkaar zit. De andere verklaring is dat er dus mensen leven op deze wereld en die denken er zo over. Er is ook zo'n man en die heet Blokhuis of zo. Is toch van de VVD? Enge man. Dus die man en die vindt ook dat er niet gerookt mag worden in cafés. Interessante tijden hoor. En die Blokhuis die is dan ook voor verplichte inenting. Hij laat in het midden waarmee wordt geïngeënt en waartegen wordt ingeënt. Nee, gewoon inenten is oké. Als het maar een holle naald betreft, met een of ander auteursrechtelijk beschermd spulletje erin. En dan natuurlijk inenten in mensen van een zo jong mogelijke leeftijd. Want die zijn het kwetsbaarste, namelijk. Oh ja, en ook heel belangrijk is, we gaan geen lange termijn effecten van tevoren controleren. Want dat kost alleen maar tijd. En we hebben geen tijd. We moeten onmiddellijk gaan injecteren. Nou, de VVD, dat is ook die partij. Interessante tijden hoor. Dat is ook diezelfde partij en die wil dat meer dan de helft van het Nederlandse landoppervlak bedekt wordt met zonnecellen. En dan neem ik aan dat ze dan de Hoge Veluwe en de Drunense Duinen en al die andere natuurgebieden, daar gaan ze dat natuurlijk niet doen. Dus dan moeten ze in alle gebieden waar mensen wonen, moet dan 80% worden afgedekt met zonnecellen. Dan kan jij denken, nou Perry, dit zuig je uit je duim. Dit kan de VVD toch niet gezegd hebben. En Osama Bin Laden, ja, die moet het wel gedaan hebben hoor. Want een paar duizend man die dat regelen, nou dan was er altijd wel iemand geweest die uit de school had geklapt. Ja, droom door, zou ik zeggen. De VVD heeft het voorgesteld. De VVD heeft voorgesteld om heel Nederland te gaan doen, CO2-neutraal. Nou, dat kan alleen maar als je gaat werken met zonnecellen. Nou, als je gaat werken met zonnecellen, dan moet je de zonnecellen neerzetten. Daar moet je niet alleen aan denken, die moet je ook echt neerzetten. Die moeten ergens staan, die kunnen niet staan in België. Die moeten dus in Nederland staan, neem ik aan. Ja, of we moeten land gaan pachten ergens anders. Maar daar heb ik de VVD nog niet over gehoord. Nou, dan pak je je rekenmachine, want je hebt in Nederland heb je, dat is het, 1,8 petajoule of 18 petajoule. Nee, ik heb het uitgerekend. Maar je moet zoveel petajoule per jaar hebben. Nou, daar heb je nogal wat oppervlakte voor nodig, hè, qua zonnecellen. Namelijk meer dan de helft van Nederland. En als je dan de natuurgebieden wil sparen, wat de VVD denk ik wel wil. Want oh, de geelgerande bruinkikker zou eens uitsterven. En het Sint-Petrus madeliefje. Dus daar geen zonnecellen. Ja, de rest van Nederland wel. Hele landbouw kunnen we mee stoppen. Veeteelt kan je mee stoppen. Stedelijke gebieden zitten voor altijd in de schemering. Dan krijg je schimmelgroei. Je krijgt een uitbraak natuurlijk van dingen als Engelse ziekte. Wat zoveel is als een chronisch vitamine D gebrek. En dan heeft de VVD eindelijk haar zin. Nederland helemaal kapot. Nou wil de VVD dus verplicht inenten. Dat gaat ze nog niet snel genoeg. De teleurgang van Nederland moet een sprintje gaan trekken.
En al die mensen die meejuichen, dat vind ik nog het ergste. Ik heb zo'n artikel geschreven over de CO2-paniek. Het artikel heet Klimaatpaniek en de feiten. Mijn dochter was hier gisteren even. Daar heb ik het haar meegegeven. En die ziet die titel en die keek gelijk zo heel bedenkelijk. Het zal wel weer... Dat is wel papa weer, hoor. Ja, terwijl het toch gaat om feiten. Een feit is dat de temperatuur in Nederland in de afgelopen 20 jaar, mijn dochter is 19, dus al die tijd dat zij hier op de aarde in de rondte liep, hier in Nederland, is de gemiddelde temperatuur niet gestegen. De koolstofdioxideconcentratie in de atmosfeer wel, maar de temperatuur niet. En het is nu in Nederland iets warmer dan dik 100 jaar geleden. Dat wel. Maar de laatste 20 jaar is de stijging eruit. Lijkt het, maar ja, dat weet je niet. Het kan ook heel goed zo zijn dat over 20 jaar... dat dan gebleken is dat de temperatuur nog verder gedaald is. En dat er dus helemaal geen stijging is geweest. Maar dat de stijging die we nu hebben, nou die is dan, hè, we zitten 2 graden warmer dan aan het begin van de 20e eeuw. Maar dat toeval was, dat kan namelijk, want de correlatie, zoals het heet, de betrouwbaarheid van de uitspraak, de temperatuur is gestegen in Nederland met 2 graden Celsius, die betrouwbaarheid is niet zo heel hoog. Dus een correlatie van 0,44. Ja, een correlatie van 1 is 100%, dus het is een correlatie van 44%. Ah, dit mag je niet echt zo zeggen, maar zo ongeveer. Ja, die correlatie, die val je niet stijl van achterover. Dus het kan toeval zijn. Moet je niet uitschakelen. Ja, en als het over 20 jaar blijkt dat het allemaal toeval was, dan gaan we denk ik weer ergens anders over zeuren. Trouwens, dan zijn we al lang aan massale inentingen verplicht door de overheid. En ja, wat dan dus ook gaat gebeuren, dat wordt wel interessant, hè, is dat wij dus niet langer soeverein zijn in ons eigen lichaam. Maar dat ons lichaam dus eigendom is van de overheid. Dus de overheid heeft zeggenschap over ons lichaam. Ja, daar had je vroeger niet aan moeten komen, hoor, bij de Nederlandse burger. Daar hadden we allemaal gesteigerd. Maar nu niet meer, hè. Nu van, ja, ja, moet kunnen. Ja, kijk, als de overheid dat vindt, nou, dan moet ik maar ingespoten worden. En nee, ik hoef ook niet te weten waarmee, hoor, want Perry doet hem wel zo moeilijk dat het dan is voor van alles. En nou, daar zal hij wel gelijk in hebben, want ik ken de VVD. Die gaan natuurlijk niet zo heel erg in detail. Nee, die willen de algemene maatregel dat de overheid mag beslissen dat er ingespoten wordt. En dat denk ik wel dat het klopt van Perry, maar dan moet je daarnaast niet allemaal rare dingen gaan denken, hoor. En ik laat me gewoon lekker inspuiten. Ja, ik dus niet. Ik heb al gezien dat op mijn werk, want ik werk in de gehandicaptenzorg, ze kunnen via de CAO of zo mij dringend verzoeken om me te laten inenten tegen, ja, zeg het maar. Ja, daar heb ik toch wel een beetje moeite mee. Beide kanten op, hoor. Aan de ene kant heb ik er moeite mee om het te doen, me te laten inenten. Dan denken we, ja, zit ik daarop te wachten? En aan de andere kant, ja, als ik het niet doe, dan kan me dat mijn baan kosten.
En zit ik daarop te wachten? Snap je? Dus ja, dat weet ik nog niet. Ik heb gelukkig dat ding nog niet. Hoef die keuze nog niet te maken. Maar vroeg of laat zal die keuze komen. En mensen snappen het niet, hè? Dat je als mens een afweersysteem hebt. Wat jou beschermt tegen elke ziekte. Aristoteles, die oude Griek, die leraar van Alexander de Grote. De man die die meer dan 1000 jaar lang werd hij genoemd de filosoof. Dus als je in die tijd zei, de filosoof zei huppeltje pup, dan had je het over Aristoteles. De leraar van Alexander de Grote. Aristoteles zei dat de taak van een dokter is om de wil tot ziek zijn bij de patiënt op te heffen. Dus je was ziek als je ziek wilde zijn. Je had een wil tot ziek zijn en een dokter moest die wil tot ziek zijn opheffen. En daar ben je beter. Ja, Aristoteles was gek. Ja. Nee, dat was zo gek nog niet, wat die man zei. Maar we hebben dus een aangeboren afweersysteem. Met witte bloedlichaampjes. En dat niet alleen hoor, we hebben nog veel meer aan boord. Dus als jij een infectie oploopt van een of ander, zeg het maar wat. Dan begint het ijzergehalte in het bloed begint te zakken. Dat is een verdedigingsmechanisme. En die andere is dat je temperatuur begint te stijgen. Dat is een verdedigingsmechanisme. Nou, daarmee bestrijd je dus die indringer, die infectie. Ja, en je hebt je witte bloedlichaampjes, die pakken de boel aan, hè? En dan heb je van die ziektes, die heten kinderziektes. Ja, maar daar is niks mee aan de hand, dat zijn kinderziektes. Die moet je overwinnen. Dat is de truc. Je afweersysteem moet die ziektes overwinnen. En jij als mens moet dat willen, dus. Ja, gaat daar wat mis? Ja, dan. Ja, er zijn gevallen bekend van mensen die zijn overleden aan de mazelen. Ja, die zijn bekend. Het laatste geval in Europa was in 1990. Dat was een bevolking van 100 à 200 miljoen mensen. En is er eentje overleden aan de mazelen? Ja. Dan kan je je ook gaan afvragen, was dat wel helemaal, was die oorzaak wel de mazelen of is er iemand overleden die ook de mazelen had? Want dat kan ook nog. Dat zo iemand niet overleden is aan de mazelen, maar die is overleden aan X. En die persoon had de mazelen. Dat kan ook. Nee, ik vond het best angstaanjagend hoor, wat ik zag op Facebook. Dus interessant daarmee. Dat je denkt van wauw. Werkt dat zo, man? En ik kon mij niet aan de indruk onttrekken
dat er mensen aan het reageren waren die op de loonlijst stonden. Het zij van de VVD, het zij van de farmaceutische industrie. Hele opmerkelijke antwoorden zaten erbij. Echt ongelooflijk lovend over de farmacie. Alsof we zonder de farmacie allemaal dood zouden zijn. Dat we ons leven te danken hebben aan de farmacie. En dat is niet waar. Er is een uitspraak van Lynn McTaggart. Dat is een vrouw en die heeft veel onderzoek gedaan naar het presteren van de westerse medische wetenschap. En die zei, als je de effectiviteit van antibiotica buiten beschouwing laat, dan heeft de westerse medische wetenschap niet of nauwelijks nut gehad, vergeleken met de schade die het oplevert. Dus mijn vader, die had vage klachten. Hij had niet zoveel eetlust meer en hij was moe en had nergens meer zin in. En bij wijze van spreken, zelfs zijn tabak smaakte hem niet meer. Zij dacht van kom, ik ga eens naar de dokter. Nou, de dokter, dan gaan we bloedonderzoek dit en zusonderzoek zo. En moest hij naar het ziekenhuis. En... Nou, in eerste instantie dachten ze aan ruggenmergkanker. Mijn vader schrok zich helemaal kapot. Want het is dodelijk, hè. En mijn tante, zijn oudste zus, die had ik toen aan de lijn en die zeiden van, ah, dat kan niet. Want als je ruggenmergkanker hebt, dan heb je ook die en die symptomen en die heeft hij helemaal niet. Dus het kan helemaal geen ruggenmergkanker zijn. Nou, dat bleek dan ook even later. Nou, ze hadden zich vergist. Ze hadden het nu het licht gezien, hij had de ziekte van Crohn. En mijn tante wederom, hè. Ja, maar dat kan helemaal niet. Want als je de ziekte van Crohn hebt, dan heb je ook daar en daar last van. En daar heeft hij helemaal geen last van. Nou, dat bleek dan ook zo te zijn. Hij had geen ziekte van Crohn. Dus al twee diagnoses die het niet waren. Ze hadden het gezegd, maar het was dan niet zo. Ze hadden het dus fout. Hè? Nou, en toen kwam de derde diagnose. Dat was longkanker. En ze moesten onmiddellijk opereren. Er kon geen dag gewacht worden. Dus mijn vader moest hals over kop zich melden bij het ziekenhuis Harderwijk. Nou, er is een stuk van zijn longen afgesneden. En de volgende dag was ik bij hem in het ziekenhuis en het ging allemaal wel. En 's avonds kreeg hij een collapse. En de dag daarna lag hij op de intensive care. En had hij een uitbraak van MRSA. Zo'n ziekenhuisbacterie. En 3 weken later was hij dat. En dan zeggen mensen die ervan op de hoogte zijn, hè, van het hele geval, die zeggen rustig dat mijn vader is overleden aan longkanker. Mijn vader is helemaal niet overleden aan longkanker. Mijn vader is overleden aan MRSA. Hij had een hele zware infectie en de antibiotica, ja, daar is die MRSA resistent tegen. Dus die groeide welig door. En mijn vader ging de pijp uit.
Dat had helemaal niks te maken met die longkanker. Ja, ik laat me even een pauze vallen. Maar mensen zeggen dat dan, Perry's vader is overleden aan longkanker. Maar dat is helemaal niet waar. Mijn vader had vage klachten. Die ging naar de dokter. Eerst dachten ze dat hij ruggenmergkanker had. Dat was niet zo. Dan hadden ze ziekte van Crohn, maar dat was niet zo. Toen dachten ze aan longkanker. Toen hebben ze geopereerd. Toen kreeg hij een ziekenhuisbacterieinfectie en toen was hij dood. Je kan zeggen hij is overleden aan een longkankerdiagnose en de daarbij behorende behandeling. Dat kan je zeggen. Maar hij is niet overleden aan longkanker. Bij hem af. Maar mensen willen dat niet onder ogen zien, denk ik. Bijzonder hoor. Mensen, dat valt me dus op hè, aan deze tijd. Dat mensen het helemaal niet meer interesseert, hè? Het was ook toen mijn vader op de intensive care lag en ik op een zondagmiddag daar langs wilde, dat de moeder van mijn kind zei van, nou, je blijft maar eens een keertje thuis. Want je gaat er wel zo vaak naartoe? Ik zei, ja, die man die ligt op sterven. Nou, zei ze, vind ik zwaar overdreven. Wat een gezeur, je blijft maar een keertje thuis hoor. Hoezo ligt hij op sterven? Nou, een week later was hij dood. Hè? Maar ook de omgeving dan, hè, want het interesseert mensen echt helemaal niks meer of iemand doodgaat of niet. Het interesseert ze niet. Maakt ze allemaal geen biet uit. Heel opmerkelijk, heel interessant om in deze tijd te leven. Om die ongelofelijke immoraliteit te zien. Hoe mensen het helemaal niets uitmaakt. Er is gisteren dan op Facebook iedereen, vaccineren, verplicht. En ze weten niet eens wat ze roepen. Ze weten niet eens wat erin zit. Dat is toch gek? Doe lange termijn effecten van, zo, van kinderen vaccineren met ik weet niet wat. Hè? De lange termijn effecten. Die worden niet gemeten. Hè? Ja, dat hoor je goed. Er zijn geen studies van. Op goed vertrouwen laten wij onze kinderen volspuiten met allerlei spul. En we gaan er maar vanuit dat het allemaal goed zit. Dat wordt niet gecontroleerd. Er wordt ook rustig gezegd dat als je dat zou doen, dat dat onethisch is. Want dat zou inhouden dat je... Hoe moet je dat controleren? Het is vrij simpel. Je wil in Nederland wil je weten of het vaccineren tegen mazelen, rode hond en al die dingen, tetanus, of dat een positief effect heeft. Nou, wat je dan moet doen is je moet een aantal mensen bereid vinden dat ze hun kinderen laten vaccineren. Nou, dat lijkt me niet zo moeilijk. Getuigen het aantal jubelaars op Facebook. En je moet een aantal mensen bereid zien om ervan af te zien dat ze hun kind juist niet laten vaccineren. Nou, dat is ook geen enkel probleem. Bij de Nederlandse Vereniging van Kritisch Prikken zijn er voldoende echtparen die zeggen, nou, ons kind hoeft niet zo nodig. Nou, dan registreer je al die gevallen, dat is het enige wat je doet. En ja, na zoveel jaar hou je een enquête met simpele vragen als hoe gaat het met u? Hoe is uw gezondheid? En dan een paar jaar later weer. En een paar jaar later weer.
En dan weken de lange termijn effecten. Maar dit soort onderzoeken worden niet gedaan. Want we geloven het allemaal wel. Dus de goedgelovige mens is dat. Die gelooft het allemaal wel. Want die is heel verstandig namelijk. Ik heb ook zo'n discussie met iemand en die is dan heel erg bang voor het klimaat. Dat het klimaat gaat ontaarden. Terwijl de afgelopen 20 jaar in Nederland is de gemiddelde temperatuur niet gestegen. Het is nog steeds net zo warm of net zo koud als 20 jaar geleden. Maar die mensen die... Oh, paniek, paniek, paniek. En dan moet wat hem betreft, dan moeten er heel snel belastingstructuren komen om... Ja, belasting te gaan innen. Als je maar belasting int, dan komt alles goed. En dan vroeg ik aan die man, ook aan hem, ik heb ook aan andere mensen gevraagd, van, is er ergens een experiment gedaan waarin wordt aangetoond dat het aannemelijk is dat een hogere koolstofdioxideconcentratie leidt tot een hogere gemiddelde temperatuur. Nou, dan zegt die iemand van ja, dat experiment is er. En dat is de planeet die aarde eet. Aarde heet, het is de ster die de zon heet en daar gebeurt het allemaal en iedere dag gebeurt dat experiment, bijvoorbeeld in mijn tuin. Maar die man, ja, die is seniel. En die heeft een uitkering. Hij is seniel. Want dat is geen experiment. Ja, waar ik naar op zoek ben, dat is vrij simpel. Je maakt 2 kleine kastjes van doorzichtig materiaal. Je perspex bijvoorbeeld. Je hebt perspex en dat laat een beetje alles door van het zonlicht. Hè? Zowel UV als infrarood, of zeg het maar. Alles gaat er doorheen. Nou, en in de ene kubus doe je de normale atmosferische lucht. En daar zit momenteel 0,04% CO2. 400 ppm, 420 ppm. En die andere doe je datzelfde, maar dan met een beetje extra CO2. Doe je de hoeveelheid CO2, nou, zullen we zeggen, verdubbelen. Maken we daar 800 ppm van. Nou, en dan kijken, en dan zet je allebei die dingen, die zet je in ergens in een tuin, gewoon ergens in de buitenlucht. En dan kijk je of de ene warmer wordt dan de andere. Want volgens dat broeikasgaseffect gebeuren, moet dan die ene warmer worden dan die ander. Omdat daar wat meer CO2 in zit. Nou, jij kan je denk ik wel voorstellen dat ja, je kan het experiment wel doen, maar je kan niet constateren dat die ene warmer wordt dan die andere. Want dat effect is er helemaal niet. Kijk, de koolstofdioxideconcentratie van 400 ppm naar 800 ppm te brengen. Daar moet een hoeveelheid CO2 bij en dat is echt heel weinig. Er moet een milligram CO2 bij of zo.
Dat is echt zo ontzettend weinig. Dat op zich is al een probleem om zo'n heel klein beetje CO2 erbij te krijgen. En dan voel jij wel aan dat als je zo'n kastje hebt, zo'n doorschijnend materiaal van zeg maar een meter bij een meter bij een meter. En daar dan zo'n heel klein beetje, dus het praat er ongeveer over, ja, ik denk 10 milligram CO2 moet er dan bij. 10 milligram is weinig hoor. Ja, dat maakt natuurlijk geen biet uit. Maar mensen interesseert dat niet. Het maakt ze niet uit dat het verband tussen koolstofdioxide en de mondiale temperatuur, dat verband nooit is aangetoond. Het is voor hun genoeg dat de mensen roepen dat het zo is. En dan gaan we allemaal in paniek raken en we smeken Al Gore om een nieuw belastingstelsel. Want ja, die man, die Al Gore, die mocht eens verhongeren met zijn bloedjes van kinderen. Al Gore heeft dat boek geschreven, An Inconvenient Truth. En op de achtergrond was hij dus bezig met het opzetten van een bedrijf wat ging handelen in carbon emission rights. Dus emissierechten voor koolstofverbranding. CO2. Ieder land krijgt dan zoveel CO2-rechten. Of iedere industrietak of zo. En als er een bepaalde sector die rechten niet nodig heeft, omdat ze heel CO2-neutraal gaan produceren, dan kunnen ze die rechten gaan verkopen op de markt. En levert dat geld op. En dan krijgt Al Gore zijn promissie. Provisie. Daar ging het hem om. Daar ging het Al Gore om. Het gaat alleen maar om geld, ja. Iemand als Al Gore is helemaal niet betrokken bij deze wereld. Die denkt alleen maar, waar kan ik geld verdienen? Meer niet. En wanneer je dus, als je nu naar Facebook kijkt en je ziet dus hoe ongelooflijk dom die mensen meelopen achter zo'n rattenvanger van Hamelen, in dit geval de VVD, die dan roept, vaccineren, het maakt niet uit wat erin zit, het moet verplicht. Iedereen, ja. Nou, de zie daar dus je mogelijkheid. Hè? Als jij echt bereid bent om alles bij elkaar te liegen. Trouwe, makke schaapjes in overvloed. Hey, mij maak je de pis niet lauw. Ik heb dus een kind op mogen voeden en elke vaccinatieronde beschouwde ik weer opnieuw als een project wat ik eventjes ging onderzoeken. En mijn kind is gevaccineerd. En beperkt. Dus kritisch. Mijn kind is kritisch geprikt. En zo moet ik het ook doen. Je moet niet zomaar alles laten injecteren in je kind. Was dan ook met die uitbraak van die griep, waarvan ze nou niet wisten of het nou de varkensgriep was of de Mexicaanse griep. Maar het was uitgebroken in Hongkong. Snap jij het nog? H1N1 heette die griep. En toen heeft het ministerie van Volksgezondheid onder leiding van de minister een enorme bak met die vaccins ingeslagen. Dat heeft ontzettend veel geld gekost. Nou, en toen zette die epidemie helemaal niet door. Dus toen was er ook helemaal geen animo meer onder het Nederlandse volk om dat vaccin te laten inspuiten. Toen bleef de overheid zitten met al die ongebruikte vaccins.
En het laatste wat we hoorden van de minister van Volksgezondheid was dat ze bezig waren om die vaccins te verkopen op de tweedehandsmarkt. En dat de vooruitzichten toch waren dat ze er ook nog een beetje winst op zouden kunnen maken. Als je ministerie van Volksgezondheid. Dat is toch gewoon, ja. En toen zat dus in de krant. En ik lees dat dan. En ik heb het misschien nog wel uitgekreet in de woonkamer van mijn moeder. Want wat staat er nou weer in de krant? En dan kijken mensen kijken hier zo aan. Want we zitten aan het zeuren. Zou je de barbecue niet eens aan gaan steken? Dan doe je nog eens wat nuttigs. Ja. Leer mij mijn pappenheimers kennen. Bijzondere wereld, hoor. En ik denk echt dat het de hoogste tijd is dat er een grote opruiming komt. Zo'n Armageddon als voorspeld staat in de Bijbel. Zo. Dus eerst krijgen wij vrede. Maar dat is een schijnvrede. Ik denk dat die periode er nu aankomt zo'n beetje. Eerst krijgen we vrede. En dan krijgen we plotseling overal breken er oorlogen uit. En dan krijgen we hongersnood. En dan komen er ziektes. Want mensen die hun kinderen, die ervoor zijn dat hun eigen kinderen verplicht door de overheid worden ingespoten met middelen waarvan ze niet eens hoeven te weten wat erin zit. Ja. Zijn dat mensen? Ik vind het onmenselijk. Dat is wat ik het vind. Je zal maar een kind zijn van zo'n mens. Je bent je leven niet zeker. Erg hoor. En ik zag ook op Facebook een dramatisch verhaal van mensen die waren geweigerd bij de daklozenopvang. Die werden de straat opgestuurd. Anno nu, hè? Het is 1 november of zo. Het is best koud buiten. Echt, mensen stonden te huilen op de stoep. En we roepen wel van vluchtelingen welkom, hè? Want die zijn zo zielig. Maar hoe zit het dan met onze eigen gevallen van mensen die buiten de boot zijn gevallen? Hoe zorgen we daarvoor? Ja, niets dus. Erg vind ik het hoor. En ik heb dan, ja, ik heb wel een woning en ik heb nog wel wat inkomen. En, ik loop niet in direct gevaar. Maar ik zeg dit even namens al die andere mensen. Dit kan toch niet? Interessante tijden. Dat wij zo hardvochtig zijn. Dat we zo zijn, want het interesseert ons helemaal niks. Ja, zoals de moeder van mijn kind. Wat moet je nou weer naar je vader? Houd het er eens mee op. Je blijft vandaag maar een keer thuis. Je bent de 4 dagen geleden ben je ook al geweest.
Ik zei, ja, hij ligt op sterven. En dan zei ze, ja, jij met je overdreven gedoe altijd. Nou, en een week later was hij dood. Bijzonder, hoor. Bijzonder hard, hè? Bijzonder hardvochtig. Waarlijk. Maar zijn die mensen het leven wel waard? Volgens mij waarderen ze het leven niet. De andermans leven interesseert ze helemaal niks. En wat ik dan ook niet begrijp aan die mensen die dan zo bang zijn voor ongevaccineerde kinderen. Dan denk ik, waarom ben je daar bang voor? Door jouw kind is dus gevaccineerd. Nou, dan kan jouw kind toch die ziekte niet krijgen? Of wel? Nou, dan. Maar dat interesseert die mensen niks. Als je met zo'n argument komt, dan gaan ze schreeuwen, gaan ze krijzen, dan gaan ze je beschuldigen dat je antisemiet bent, een jodenhater, weet ik wel wat. Dan heb je, weet je, aluminium hoedje drager of zo. Samensweringstheorist. Maar volgens mij was toch een vaccin. De bedoeling daarvan was dat als je je laat inspuiten met dat spul, dan kan je de betreffende ziekte niet krijgen. Een opgewekte immuniteit. Nou, en als je toch immuun bent voor een ziekte, dan maakt het jou toch niet uit dat je geconfronteerd wordt met die ziektekiem. Het lijkt mij een kwestie van logica, maar kennelijk zie ik dat verkeerd. Maar ik vraag me af waar mijn denkfout zit. Interessante tijden. Het maakt duidelijk, dat wel. Het maakt duidelijk dat een groot deel van de mensheid zich niet interesseert voor dingen als de waarheid. Helemaal niet. Geschiedenis, dat interesseert ze allemaal niks. De aanslagen van 11 september zijn gepleegd door Osama Bin Laden, want dat is waar. Want dat stond in de krant. Wij zien dat zo. En mensen die dat anders zien, die daar vraagtekens bij hebben, bij die aanslagen van 11 september, die zijn geestesziek. Dat werd ook van mij gezegd, hè? Ja, Piri, maar jij bent geestesziek. En door jouw geestesziekte denk jij dat soort rare dingen. Jij moet naar de psychiater. Nou, ik ben niet geestesziek. Osama Bin Laden heeft het niet gedaan. Het was een operatie, er waren duizenden, zo niet tienduizenden mensen bij betrokken. En zo is dat. En het is niet de enige operatie die zo in het duister heeft plaatsgevonden. Ben jij maf? De mensheid heeft er wel meer op haar geweten. Of die club heeft er wel meer op haar geweten. Van die aanslagen dus, hè?
Van de Eerste Wereldoorlog wordt er gezegd van, nou, ja, was er een akkefietje ergens in, wat we dan nu noemen voormalig Joegoslavië, hè? Daar werd iemand van een aristocratische toestand, die werd doodgeschoten. En toen sloeg helemaal de vlam in de pan. Ja. Nee, de Eerste Wereldoorlog was georchestreerd. Het was een hele grote setup. Het heeft zich precies ontwikkeld, of precies ontwikkeld. Het heeft zich ontwikkeld, is begeleid. En wij maar denken dat het de Eerste Wereldoorlog veroorzaakt werd door een keten van toevallige gebeurtenissen. Maar dat was helemaal niet zo. Ze hebben de boel oplopen stoken, net zolang dat de hele boel in vuur en vlam stond. Ze hebben zelfs Amerika erbij betrokken. Wat had Amerika te maken met de moord op Frans Ferdinand of zo heette die man? Helemaal niks, toch? Nou dan. Nee, het is een mooie boel. Interessante tijden. En ik hou me hard vast. Voor de idioterie. Want de idioterie, die is er. Is niet te zuinig. Die gaan nog wel even zo door. En neem nou dat onderwijs. Onze kinderen krijgen op de, wat dan vroeger de lagere school heette, maar daar krijgen ze geen rekenonderwijs meer. Ah, ze leren wat trucjes. Maar ze leren niet meer 113 gedeeld door 7. Zonder rekenmachine. Met pen en papier. En waarom niet, hè? Ik zag dat ook. Dat mijn dochter die had dan zo'n vak. En dat zouden wij vroeger genoemd hebben maatschappijleer. En het was nu zo'n cursus burgerlijke gehoorzaamheid of zo. Van hoe je je moet gedragen als burger in de maatschappij. Dat was een vak. En dan stond er een of andere casus en je moest dan zeggen wat het globalisme daarvoor als positieve inwerking op kon of aan kon bijdragen. Dus wat is het positieve van het globalisme in deze casus? Nee, daar wordt de kinderen helemaal geen antwoord in de mond gelegd, ben jij gek. Want globalisme is toch positief, zonder meer? Ja, dat denkt mijn dochter ook. Globalisme is goed. Dat is prima. Helemaal geïndoctrineerd. Daar is moeilijk wat aan te doen hoor, als ouder. Het is nu echt al zo dat als ik dan weer eens begin over mijn stokpaardjes, dat mijn dochter me zo aankijkt van ja, daar gaat papa weer hoor. Dan heb je dan weer. Ja. En haar kennis van geschiedenis is echt 0,0. Ze heeft nog een keer tegen mij gezegd, dat ging weliswaar over wat anders, maar toch heeft ze dat gezegd. Dat ze zei van pap, ik wil niet weten wat er allemaal gebeurd is. Ik wil happy zijn in het hier en nu. Ik denk, nou, de propaganda heeft zijn uitwerking niet gemist. Dat is nou precies waar de overheid jou wil hebben.
dat je alleen maar happy wil zijn in het hier en nu. En voor de rest interesseert je alles helemaal niks. Ik heb zo'n uitzending gehouden waarin ik uitleg dat de familie Bush betrokken is geweest bij de financiering van concentratiekampen zoals Auschwitz. Ja, dan denk je van, nou, dat moet er echt, nou, dan moet de pleuris zijn uitgebroken. Nee, helemaal niet. Enkele mensen die mij wat beter kennen, die zeiden van, goh, wat een goede uitzending. Ja, je hebt het wel mooi op een rijtje gezet, hoor. Maar ja, die wisten het al half-half. En de rest van de wereld? Gaan we nog volgende week barbecuen bij jou in de tuin of bij mij op zolder? Het interesseert ons niet veel. Een mensenleven interesseert ons niet. De waarheid interesseert ons niet. We zijn bezig met leuke dingen doen en leuke dingen te plannen. En dat is het. Een hele gevaarlijke, risicovolle houding naar het leven toe. Dat is het. En interessant, voor mij dan dus, hè, ik ben dan 60, ik hoef niet zo lang meer mee en zo. Ik kan nu naar jullie kijken. Ik doe mijn best om jullie op te voeden. In de zin van jullie dingen te leren. En te hameren op dingen als moraliteit en gedraag je een beetje. En, hè? Abortus is moord en in de Bijbel is geen stom boek. En meer van dat soort ouderwetse traditionele uitspraken. De overheid is niet per definitie je vriend. En ik vind dat ik dat goed doe. Dus jullie hebben over mij geen klagen. En wat is mijn oordeel over jullie? Wel, ik kan me voorstellen dat ik dan de pijp uitga en dat ik dan een gesprekje krijg met het eeuwige. En dat het eeuwige zegt van nou, wat vond je ervan? Want dat ik tegen hem zei van nou, die Mozes, hè? Ja, zo goed. Ja, die Mozes bedoel je? Ja, ik zei Mozes. Van die eerste 5 boeken. Ik zei nou, stuur die maar opnieuw. Ik denk dat ze de komst van Christus niet helemaal goed begrepen hebben. Maar het zou natuurlijk blasfemisch zijn, want dan ga ik in tegen de wil van het eeuwige. Maar zoiets. Maar is de wereld rijp voor een Armageddon? Nou, zo niet, dan spoedig. Als wij straks onze kinderen verplicht laten inspuiten met middelen die wij niet van tevoren hoeven gecontroleerd te hebben, hoeven ook niet te weten wat erin zit, gewoon injecteren die handel, allemaal verplicht, allemaal. Nou, dan is het denk ik voorbij in Nederland, hoor. Dan gaat het licht uit. En dan wordt het met tranen in de ogen door de plaatjes boeken bladeren met de foto's van vroeger. Een tijd die nooit meer terug zal komen. Maar goed, zover is het nog niet. En tot die tijd zeg ik in redelijk goede gezondheid tegen jullie. Tjus en dag lieverds.